Iedereen heeft er iemand in zijn familie of kennissenkring die te maken heeft of heeft gehad met kanker. Als familie of vriend sta je vaak hulpeloos aan de kant. Op het Calland Lyceum blijven leerlingen niet meer aan de kant staan, maar ondernemen actie. 7 leerlingen doen dit jaar mee aan de Alpe d'Huez. Zij gaan 7 juni 6 keer de Alpe d'Huez beklimmen om zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen. Geld dat enorm hard nodig is, want de noodzaak naar onderzoek om deze ziekte te bestrijden is van levensbelang. Ik sta hier naast Courage van Apeldoorn. Jij doet mee aan de Alpe d'Huez. Wat houdt dat precies in? Nou, ik zal eerst met de naamgeving beginnen, waarom het Alpe d'Huez heet. Die berg die we gaan beklimmen in Frankrijk, die heet de Alpe d'Huez. En in 2006 zijn 6 mensen die berg beklommen. En die hebben toen, als het goed is, 66.000 euro opgehaald. En vandaar dus Alpe d'Huez. En daaraan doen wij nu dus mee. Met het Calland-team, zijn een aantal leerlingen van Calland Lyceum, samen dus die berg beklimmen. En het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Om mee te mogen doen, moet je een bepaald bedrag gesponsord krijgen. Dus donaties binnenhalen. En dat doe je door verschillende acties te houden. En per deelnemer is het 2500 euro. En wij gaan dus met ons team, als we mee willen doen, moesten we dus 20.000 euro ophalen. Maar daar zitten we al voorheen. En ons doel is ook 30.000 euro. Zo. Nou, het geld gaat allemaal naar het KWF-fonds, het Koning Wilhelmina Fonds. En die doet onderzoek naar kankerbestrijding. En daarvoor willen wij dus zoveel mogelijk geld inzamelen. Wij benaderen onder andere bedrijven. Die geven dan sponsorbedragen. Soms mogen we ook bij het bedrijf zelf een actie houden. Een paar weken geleden zijn we bij BP Zwart geweest. Dan mochten we dus tanken en wassen en dan voor een kleine donatie. En we hebben toen ook nog een grote cheque van 1000 euro gekregen. We hebben vooral gezocht naar sponsors die het project begrijpen en die materiaal willen leveren aan ons. En we hebben een aantal fietsen, heeft een leraar kunnen regelen. Dus daar fietste het merendeel van het team op. En verder hebben we een aantal sponsorkleren gekregen. Onze school die heeft ieder jaar een kalandloop. Dat is een rondje Sloten Plas voor de eerste en tweede klasse. En dat gaan we dit jaar weer doen. Alleen nu maken we er een sponsorloop van. Dus gaan we zorgen dat alle leerlingen gesponsord worden door hun familie, vrienden, etc. En dan willen we daar ook zoveel mogelijk geld mee binnenhalen. Merk je ook op school dat het meer gaat leven onder andere leerlingen? Ja, wel steeds meer. Want we hebben eerst met schaatsen alleen gedaan. En toen was er alleen de tweede klasse bij betrokken. En nu komt ook de kalandloper bij. En dan is het grootste deel van de school weet ervan. Want ze krijgen allemaal brief per leerling. En er komt ook nog een eindfeest. En dat is zeg maar voor de bovenbouw. En dan die weten het dan ook. En, zo. En de leraren gaan we er ook bij betrekken. Die gaan ook spinnen. En die kunnen ook geld geven. Dus eigenlijk weet de hele school het uiteindelijk. Wat hebben jullie getraind? Want je gaat niet zomaar die Alpe d'Huez op natuurlijk. Nee, we hebben best wel veel getraind. We zijn ongeveer al het hele jaar bezig met trainen. En dan gaan we samen fietsen. En dan fietsen we of op een wielrenparcours. Of we fietsen gewoon op de weg. We zijn ook naar Limburg geweest. We hebben een trainingsweekend gevolgd. Een soort van mini Alpe d'Huez, kan je zeggen. Want het is makkelijker op sommige stukken, maar het is ook pittig. We hebben daar echt alles gegeven. Verder trainen we in het sportcentrum. Dan gaan we spinnen met z'n allen op een mooi muziekje, lekker tempo. Waarom werden ze geselecteerd? Omdat het natuurlijk een hele zware lichamelijke beproeving is. En je moet wel in staat zijn om en die berg op te fietsen. Maar ook naast school genoeg tijd over te hebben. Om met het project bezig te zijn, om geld in te zamelen, om dingen te organiseren, om te trainen met elkaar. Ik vind het gewoon vooral heel leuk om te fietsen. En ik heb natuurlijk ook wel mijn redenen met kankerpatiënten, mijn oma en mijn goede vriendin van mijn moeder. Maar ik vind het vooral ook gewoon heel leuk om te gaan fietsen. En ik hou van klimmen in de bergen, dus daarom doe ik het graag. De Alpe d'Huez, dat heeft ook zijn emotionele kanten. Het is niet alleen maar het fietsen. Zijn jullie daar wel op voorbereid wat je daar tegenkomt? Ja, op zich wel. We zijn naar Utrecht geweest en hebben ze filmpjes laten zien. In elke bocht staan kaarsen en mensen. En ja, iedereen huilt ook door emoties en het maakt heel veel los bij mensen. Opgeven is geen optie. Mensen met kanker, die kunnen niet anders. Dus die mogen gewoon niet opgeven. En wij kunnen dat wel, maar dat doen wij nu ook niet.
Elke leerling heeft zijn eigen verhaal in verband met kanker. En bij mij zijn mijn twee oma's getroffen door kanker. De een heeft overleefd en de ander niet. En dat is de voornaamste drijfveer voor mij om mee te doen. Vorig jaar is bij een oom van mij lymfeklierkanker geconstateerd. Toen hadden ze in eerste instantie gezegd dat hij nog maar 2 maanden te leven had. Maar uiteindelijk heeft hij het tot nu toe nog volgehouden. Hij leeft nog steeds, maar het is bij hem, dus iedere dag kan het over zijn. Dus dat komt best wel hard aan. Dus dat is voor mij wel een reden geweest om gewoon er vol tegenaan te gaan. We proberen vooral ook onze lichaam schoon te houden. Hoe doe je dat, schoon houden? Gezonder eten en proberen niet te veel afvalstoffen. Geen patat en frikandellen? Ja. Hoe lang doe je erover om de Alpdues naar boven te komen? Gemiddeld is 1,5 uur, 1 keer. En het snelste, ik weet niet hoe die meneer heet, maar die heeft het in 1,5 uur gedaan. Hoe lang blijven jullie in Frankrijk? Minimaal een week. We gaan volgens mij maandag weg en dan komen we zondag weer terug. En dan zodat we daarvoor sowieso nog kunnen trainen. Ik doe mee om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ik doe mee met de Alpdues omdat vorig jaar bij mijn oom lymfeklierkanker is geconstateerd. We zijn nog maar een klein stapje verwijderd van het genezen van kanker en daarbij wil ik helpen. Ik doe mee omdat ik het een mooie actie vind om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Ik doe mee aan de Alpdues omdat ik op sportieve wijze een bijdrage wil leveren aan de KWF kankerbestrijding. Ik fiets mee voor iedereen die te maken heeft met kanker. Ik doe mee aan de Alpdues uit eerbied voor alle mensen die tegen kanker moeten strijden. Oké, dit is mijn hoofdstuk.